Dames en heren, goedemorgen. Live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam praat ik met de volgende gasten. Burgemeester Ahmed Abu Taleb is hier. En ook praat hij mee over het bombardement. Hoofdrolspeler Jan Smit vertelt bij mij op de Paarse Bank over de nu al veelbesproken film. Kun je al naar jezelf kijken, Jan, in deze scènes? Of? Het begint te wennen, ja. Nee, maar het is heel raar als je dat voor het eerst zo ziet. Ik ben natuurlijk gewend om naar mezelf te kijken op muzikaal vlak. Als jezelf altijd natuurlijk. Ja, ja. En dan zing je gewoon en dan weet je wel na 15 jaar hoe dat er een beetje uitziet. Maar als ik mezelf dan zie acteren, dan denk ik elke keer nog steeds van oké. Heb je ouders het al gezien? Nee. Niemand. Ja, niemand? Nou, de trailer wel natuurlijk, ja. Maar niet de film. Nee. En wat zeiden je ouders over die kleine stukjes die ze hebben gezien? Ja, die vinden dat ook bijzonder. Maar die hebben natuurlijk 2 minuten, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, waarin ze heel veel indrukken krijgen. En ik denk, ja, dit is natuurlijk heel veel actie, heel veel spanning. En als je straks 1,5 uur in de bioscoop zit, dan krijg je ook echt de diepgang van de film. En dan gaan ze zien en als ze dan mij zo moeten bekijken, ja. Dat, wat was moeilijker, actie of liefdescène? Nou, ik denk de actiescènes. Omdat je... Nee, maar de liefdescènes, ik bedoel, we hadden een aantal zoenscènes. Dat was op zich niet heel moeilijk. Maar de actiescènes moest je echt door de straten met brandende auto's in het puin... moest je jezelf erheen zien te... Worstelen. Ja, worstelen, inderdaad, letterlijk. Dus dat was een stuk moeilijker. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Deze week gaat het bombardement in première. Superspannend. Dinsdag gaat dat gebeuren, ja. Als het goed is. Laten we eerst even naar een scène kijken. Eva! Het is beter dat u en mijn dochter niet meer met elkaar spreken. Ze is iets vergeten. Mijn trouwjurk. Eva's trouwjurk. Dankjewel. Je kunt gaan. Bewaar het maar. Voor je uitzet. Stel ik anders naar wens, mevrouw? Nee, ik moet naar beneden. Waar was je nou? Het dier kon hem halen. Hij bracht ons terug te sturen naar Duitsland. En met die kwal ga jij trouwen? Begrijp dat nou. Ik kan niet anders. En ik kan niet anders dan van jou houden. Eva, trouw met mij. Eigenlijk is het een liefdesverhaal onder de dreiging van oorlog. Dat klopt. En je speelt Vincent. En toen je hoorde dat ze jou wilden hebben, heb je meteen gedacht, ja, dit doe ik? Of moest je daar nog echt goed over nadenken? Eerst zeiden we, nee, dat gaan we niet doen. Want waarom zouden we dat überhaupt gaan doen? Waarom zou je dat risico nemen dat je na zo'n mooie carrière eventueel neergesabeld kan worden? Om wat voor reden dan ook. Maar toen ik het script kreeg, toen waren we eigenlijk meteen overstag. Wie is we in dit geval? Met wie overleg? In dit geval is dat Jaap Buijs en ik, mijn manager. Heb je nog andere mensen betrokken bij die beslissing? Of hebben jullie het echt met z'n tweeën gedaan? Nou nee, de eerste beslissingen maken we altijd met z'n tweeën. En later leggen we het voor aan de mensen op ons kantoor. Laat ik het aan mijn vrouw zien uiteraard. Was zij enthousiast eigenlijk meteen? Ja. Ja, omdat het een kans is die je eigenlijk nooit krijgt. En zeker niet als zanger. Omdat er natuurlijk heel veel goede acteurs zijn die normaal gesproken dit soort rollen krijgen. En ook willen hebben, denk ik. En willen hebben, ja zeker. Ja. Dus ja, dan is de afweging wel eerder dat je zegt, nou als ik zo'n kans krijg, dan moet je die pakken. En die pak ik dan wetende dat ik een risico loop om neergesabeld te worden. Want je zei dat in eerste aanzet de reden was om het niet te doen. Nou ja, als je heel logisch na gaat denken, denk je, nou wat heb ik te verliezen? Nou, in dat geval, als je wat te verliezen hebt, is dat mensen niet komen of dat ze je heel slecht vinden en dat je dan iets moois wat je hebt opgebouwd eventueel kan... Ja, zou het af kunnen doen aan jouw carrière als zanger? Nou, niet zozeer als zanger, maar het is natuurlijk wel... Het is een onnodig risico eigenlijk. Die je toch hebt genomen uiteindelijk.
Ja. Zonder vooropleiding, zonder professionele opleiding, zonder toneelschool. Ja. Hoe heeft de... Ik wrijf het er nog even in. Hoe heeft de regisseur jou voorbereid hierop? Hoe heeft hij jou getraind? Die heeft mij getraind bij mij thuis. Heel veel gesprekken gevoerd thuis. En dan een aantal scènes die hij had voorbereid, die ik dan moest spelen op verschillende manieren. Dus een hele verdrietige scène, heel vrolijk spelen. Andersom, weet je, vrolijke scènes, verdrietig spelen, geblinddoekt spelen. Ik moest handelingen spelen. Doen. Ja, omdat je dan eigenlijk natuurlijk niks ziet, dat is één. Maar dat je dan echt op je gevoel gaat spelen. zodra je iets visualiseert, dan kun je dat makkelijker... het is moeilijk uit te leggen, maar laat ik het zo zeggen, geblinddoekt. Dan kwam ik heel erg in contact met mezelf. En dan ging ik met mijn handen ging ik meer proberen te laten zien wat ik bedoelde ook. Zou je beter een talkshow kunnen presenteren, geblinddoekt? Zit ik nu te denken, terwijl ik naar je kijk. Ik denk dat als jij geblinddoekt gaat, dat het ook wel aardige televisie oplevert. Ja. En dan oefen je thuis met je regisseur. Die is coulant met je, neem ik aan. Omdat die denkt, ja, dit heeft die jongen nog nooit gedaan. Maar is die ook streng voor je geweest? Zeker. Ja, hij heeft alles gefilmd. En we gingen dat dan later terugkijken. En dan zei hij van, nou Jan, kijk, ik heb jou gevraagd omdat ik dit graag wil zien. Als je dat doet, ben je Jan Smit. Zo ben je Vincent. Dus hou dat vast. Neem dat mee in die scène. En zo zijn we dat gaandeweg gaan bekijken per scène. Hoe ik me het beste kon profileren. En dan moet je je verdiepen in zo'n personage, in zo'n Vincent, die een moeilijke jeugd heeft, om het maar zo te zeggen. Hoe ver gaat dat? Ik bedoel, je hebt ook method actors die helemaal dan gaan putten uit hun eigen leed of wat dan ook, om dat geloofwaardig over te brengen in hun karakter. Doe jij dat ook? Nou, ik had geen vergelijkbaar materiaal. Vincent is een jongen die zijn moeder is kwijtgeraakt, die zijn broer verminkt heeft, eigenlijk door zijn toedoen, omdat hij een brand heeft veroorzaakt in zijn ouderlijk huis. Zijn vader is weggelopen, dus dat is een hele heftige bagage die hij met zich meedraagt. Ik heb zelf geen familieleden die ik ben verloren. Waar we het een beetje mee vergeleken was de nieuwjaarsbrand in Volendam. En dan gezien de impact die dat had op de gemeenschap. En het bombardement heeft natuurlijk een enorme impact. En nog steeds op de stad Rotterdam en omstreken. En ik denk dat dat wel de meest... Dus jij moest terug naar jouw gevoel over de nieuwjaarsbrand in Volendam. Zijn natuurlijk toen een aantal jongeren overleden. Er zijn iets van 200 mensen verminkt. En die kom je nog steeds tegen. Je wordt daar elke dag aan herinnerd. Mm-hmm. En ik denk dat de meest logische vergelijking was voor mij om terug te gaan naar van... Hoe kan ik zo'n gevoel in mezelf opwekken? Nou, dat was een hele emotionele gebeurtenis voor het hele dorp. En daar heb ik wel de nodige inspiratie uit geput. We hebben de filmbeelden en de werkelijkheid uit het Polygoosjournaal achter elkaar gezet. Mei 1940, de zwartste dag, denk ik wel, uit de geschiedenis van Rotterdam. Kunt u zich nog herinneren dat u voor het eerst leerde over wat er in Rotterdam was gebeurd? Well, eigenlijk was mijn leerschool rondom dit thema niet zozeer in het onderwijs, want ik heb een technische opleiding gehad en daar was eigenlijk voor geschiedenis geen plaats. Dus het is echt veel meer wat je opdoet in je persoonlijke belangstelling. En ik ben eigenlijk heel heftig in aanraking gekomen met de oorlog. Toen ik samen met Job Cohen in Amsterdam als wethouder de Auschwitz-herdenking bijwoonde. Maar ook de februari-staking. Daarvoor had ik veel beelden gezien over het bombardement van Rotterdam. Het is werkelijk waanzinnig. Ik ben nu burgemeester van die stad. En steeds weer op de dag van de herdenking of op 4 mei. Ik kan het niet helpen, maar ik krijg echt een broek in mijn keel. Van de werkelijkheid die zich toe moet worden afgespeeld. Door te luisteren naar de verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Inderdaad, een meneer die nu op leeftijd mij vertelt hoe hij zijn zus verloren is in Kralingen. Hoe die vervolgens moesten vluchten naar een kapelle. Alles in puin.
En vervolgens, als het bombardement voorbij is, terug wil komen, daar een bus klaar staat en dat de buschauffeur zegt: meneer, betalen, anders kunt u niet mee naar Rotterdam. Dit soort verhalen leven dus enorm in de stad. En de manier waarop de stad Rotterdam te grazen is genomen in Rotterdam is echt onbeschrijfelijk. Dat leed, dat voel je in de stad. De stad trilt op zondag, bij wijze van spreken. 1000 doden tijdens het bombardement. Enorme brand. 1200 mensen zijn omgekomen op de Koopvaardij, de schepen. Mm-hmm. Kaden van de stad Rotterdam die gebombardeerd zijn. Een enorme brand in de hele stad. En we hebben het niet over vreselijke honger en het leed wat de mensen is aangericht. Een oudere meneer vertelde mij dat hij nog steeds in zijn slaap hoort met enige regelmaat het verhaal van zijn buurman die in de brand stond. Omdat hun huis getroffen is door het bombardement en hun huis net niet. Hij heeft het gered, maar hij hoort nog steeds op deze hoge leeftijd het geschreeuw van die mensen van daarnaast. Dat heeft de stad enorm getekend. Enorme littekens. Je hebt je er natuurlijk ook veel in moeten verdiepen, Jan. Ja. Omdat je dit ging doen. Was er iets specifieks wat jou het meeste raakte? Nou, het is natuurlijk iets wat op vele mensen hun netvlies staat. En wat ik het meest bijzondere vond, dat was afgelopen vrijdag. Toen hebben een aantal ooggetuigen hebben de film gezien. Mm-hmm. En, was jij daarbij? Ik was daar niet bij, nee. En die mensen die konden na afloop niks meer uitbrengen. Die konden geen reactie geven. Die waren helemaal terug in de tijd. En dan kan ik me goed voorstellen dat zo'n meneer nog altijd 's nachts wakker wordt. Ja. Als je die bommen hoort fluiten en zo'n buurman in brand ziet staan, dat is iets wat je niet voor kan stellen. En ik denk dat dat het zeker goed is om met deze film, los van het liefdesverhaal natuurlijk, maar om wel ook het hele bombardement, want het is een kwartier lang te zien, om dat te laten zien. Zolang als het duurde in werkelijkheid, ja. Zolang is het ook in de film te zien. Inderdaad. Dat is natuurlijk mooi, het gaat dus een film met alle artistieke dingen die erbij horen. Maar voor ons in Rotterdam is het mooi dat als het ware het romantische verhaal als drager de aandacht is, ook voor het bombardement. Dus in die zin, is er te weinig aandacht voor? Dan jawel, is het iets wat niet genoeg leeft. Jawel, het is heel belangrijk dat het zijn aandacht krijgt bij met name de jonge mensen. De oudere mensen ontvallen ons in toenemende mate. Elk jaar ontvallen ons wel weer een aantal mensen. De ooggetuigen. En dan moet je zo'n verhaal levend houden, want dat betekent de geschiedenis van zo'n stad. En niet alleen het bombardement, maar wat dacht u van de razzia's? 55.000 Rotterdammers zijn afgevoerd naar Duitsland. Uit schaamte hebben die mensen heel lang niet over willen praten en niet durven praten. Tegenwoordig herdenken we dat in een hele mooie ceremonie op het stadion. Want daar zijn die mensen toen de tijd allemaal bij elkaar gedreven. Zo'n verhaal, ik heb al eens eerder gezegd, als je de geschiedenis niet kent, dan mis je ook het fundament van zo'n samenleving. Zo'n verhaal betekent eigenlijk iets voor de lessen van de vrede in de stad van nu. Mm-hmm. De oorlog van toen als les voor de vrede in de stad van nu met 174 nationaliteiten die de stad draagt. En de helft misschien die niet in Rotterdam is geboren en niet weet misschien wel meer. Hoe dat zit. Ja, en zo'n film met al zijn verhaal, artistiek, et cetera, helpt er wel bij om dat thema op een manier wel vast te houden. Dank je, Jan. Geen dank. Je hebt al zoveel meegemaakt in je carrière, maar is zo'n première op dinsdag, waar misschien ook ooggetuigen bij zullen zijn, dat je weet dat alle critici ernaar gaan kijken, is dat toch heel spannend ook voor jou? Ja, ik ben niet zenuwachtig. Misschien komt dat nog. Word jij überhaupt nog wel zenuwachtig? Vroeg ik nou, me af. Nou, niet van dit soort dingen, nee. Wat dan wel? Nou, toen ik moest afrijden, toen was ik heel zenuwachtig. Jan. Dat is al lang geleden. Nee, ja, maar dit zijn toch dingen. Ik heb daar verder geen invloed meer op. Ik heb de film gemaakt en hij is prachtig mooi geworden. En ja, dinsdag gaan mensen hem zien. En de reacties tot nu toe zijn heel positief. Echt, mensen vinden het mooi. En ook gisteren zag ik op het journaal dat die ooggetuigen die hem wel gezien hadden en daar wel over wilden praten, die vonden het ook de hoogste tijd. En dat het nu eindelijk eens een keer verteld werd. En mensen gingen ook helemaal terug in de tijd. Ik heb met Koos Postema, die doet ook mee in onze film, die heeft het meegemaakt, de dominee heeft het meegemaakt. Ja. Die is gaan zitten op een bankje in Boedapest bij de kerk. En wij zaten daar allemaal op de grond en hij begon te vertellen. Ja, dat is echt iets. Want daar hebben jullie een deel van de opnames gedaan. Bijzonders, ja. Als zo'n iemand dat vertelt, die dat heeft gezien zelf. Als kleine jongen. Ja. Moest je iets minder Jan Smit zijn in de film? Moest je dat een beetje uithalen? Wilde de regisseur dat? De regisseur wilde graag Vincent zien. Ja. Maar wel met het bravoure van Jan Smit.
Laat ik het zo zeggen, die bravoure van Jan Smit. Gaat die zo ver dat Jan Smit nog een keer in een film zou spelen? Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik het heel leuk vond om te doen. En stel dat dit aanslaat, dat mensen het leuk vinden. En er komt een nieuwe script die je leuk vindt. Inderdaad, dan zou ik daar zeker over nadenken. Alleen ik heb nooit de intentie gehad om een film te maken. En dit is zeker niet de makkelijkste rol om mee te beginnen. Dus wat dat betreft is het ook wel cool als je gewoon zegt, nou, ik heb deze film gemaakt en that's it. We zullen zien of dat zo blijft. Je moet op je bek durven gaan, zoals de burgemeester zegt. Dapper van je, Jan. Heel goed. Dat doen we zeker. Heren, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. Dat was het voor deze zondag. Volgende week zijn we er weer. En iedere avond is er Avondspits op Radio 1. Voor nu nog een fijne zondag. Maak er iets moois van.